Een der belangrijkste monumenten van het bouwkundig erfgoed van het Waalse gewest is een parel van de gotische bouwkunst van de 14e en 15e eeuw in België. Deze esthetische en zo prachtvolle architectuur is tevens een getuige van de godsdienstbeleving en ervaring van de bevolking van Huy door zijn geschiedenis heen. De eerste kerstening van de streek van Huy, toegeschreven aan de heilige Maternus, leidde tot de bouw, waarschijnlijk reeds in de 5e eeuw, van een aan ons lieve vrouw toegewijd godshuis aan de voet van de rots boven de Maas. Deze kerk, die de relikwieën van de heilige Domitianus bevatte, geloofsverkondiger en bisschop van Tongeren, werd op het einde van de 10e eeuw voorzien van een college van kanunniken. Dit godshuis bleef waarschijnlijk bestaan tot in 1013, jaar waarin het door een orkaan werd verwoest. Op dezelfde plaats werd een nieuwe kerk opgericht, die in 1053 door de soldaten van Boudewijn de Vijfde, graaf van Vlaanderen, in de oorlog met het prinsbisdom Luik werd verwoest. Huy kwam als voorpost van Luik een belangrijke verdedigingsrol toe. In 1066 liet de toenmalige prinsbisschop van Luik, Théodouin van Beieren, de collegiale heropbouwen, financieel gesteund door de plaatselijke bevolking, aan wie hij als tegenprestatie de beroemde gemeentelijke keuren toestond. De crypte ontving de relikwieën van de heilige Domitianus. In 1311 werd de eerste steen van de gotische collegiale gelegd. Eerst werd het koor gebouwd, 225 jaar later, in 1536, werd de kerk volledig voltooid. De bovenste delen van de muren behoren tot de flamboyant gotiek van de laatste decennia van de 15e eeuw, terwijl het geheel de eigenschappen van de rayonnant gotiek 14e eeuw vertoont. De hoofdtoren zou niet ouder zijn dan uit het midden van de 15e eeuw. Belangrijke verbouwingen werden in de 18e eeuw verricht door toedoen van kanunnik de Boeye. Uitwendig valt het bouwwerk op door zijn eenheid van stijl, zijn helder plan, als ook door de machtige vierkante westertoren in het verlengde van de middenbeuk. Deze toren droeg een grote spits die door blikseminslag in 1803 werd verwoest. Bijzonder belangwekkend is de wondermooie rozet in rayonnant gotiek, 6 meter binnen diameter, 9 meter buiten diameter, in de dikke westermuur met rijk lijstwerk versierd. Het is de grootste rozet in deze stijl in België. Op het plan merken we de bijzondere plaats van deze toren als uitspringing, als ook de uitwendige oriëntatie van de kapellen van de kruisbeuk en de lengte van het koor. Twee torens omgeven het koor, waarvan de noordertoren, bijgenaamd de Sint-Materne-toren, de Hemonie Beiaard beherbergt. De kerk is driebeukig. De gewelven steunen op twee pijlers en 7 zuilen, waarvan 6 gekoppeld en met korfkapitelen gekroond zijn. De middenapsis met half koepelgewelf krijgt langs 2 ramen het buitenlicht.
Achterin de halfcirkelvormige apsis hangt een houten Christus aan het kruis van het einde van de 12e eeuw. Het houten tabernakel is van het einde van de 16e, begin 17e eeuw. Voorstelling van de levensbron omringd door de symbolen van de evangelisten. In de rechteropening een eiken Madonna met kind van het midden van de 15e eeuw. De vloer van de crypte bestaat uit terracotta tegeltjes, versierd met heraldieke motieven. Het koor is bijzonder lang. Er was plaats voor 30 kanunniken onder het Ancien Régime. Boven het hoofdaltaar uit verguld koper en marmer, ingewijd in 1913, staat een afbeelding van het laatste avondmaal. De slanke glasramen van de apsis reizen uit één stuk 20 meter hoog. Men begon in 1521 met de bouw van de gewelven uit lichte en taaie stufsteen van de Hoyou. Ze werden met lofwerk en medaillons versierd die koningen en profeten voorstellen. Elke ribbenbundel van het koor heeft een uitspringend kapiteel boven het steunpunt van de ribben om de zuiltjes. Boven het altaar, tussen geschilderd lofwerk, staan de beelden van Ons Lieve Vrouw, van de heilige Domitianus, van de heilige Mengoldus en van de heilige Paulus. De viering bestaat uit een uitgekiend systeem van gewelven met een netwerk van ribben, waarvan de sluitsteen is bewerkt met opengewerkte polychrome motieven. Aan het gewelf van de kooringang hangt een machtig beeld van Christus aan het kruis uit de 16e eeuw. Tegen de middenstijlen van het voormalig zegenportaal 1379, de vroegere hoofdingang, vindt men nog steeds de beelden van Ons Lieve Vrouw van de heilige Johannes die deel uitmaakten van een kruisweg. Voor dit portaal staat het grafmonument van Adelin de Royer. Op het marmeren monument ter eer van het heilig graf van 1640 staat een standbeeld van de verrezen Christus. Het glasraam erboven roept taferelen op uit het leven van Ansfried, de laatste graaf van Huy. De kerkramen werden in 1973 naar tekeningen van Julin vernieuwd met rode, blauwe en groene ramen die aan de glasramen uit de 16e eeuw herinneren. Ze roepen beroemde personen op uit het religieuze verleden van Huy en de evangelisten.
Altaar en retabel zijn neogotisch en kwamen tussen 1886 en 1912 tot stand. Een Madonna met kind in Franse steen uit de 14e eeuw is geïnspireerd naar een model van het Île-de-France en wordt gekenmerkt door tederheid en een uitgesproken heupzwaai. Het monumentale houten standbeeld van de heilige Christoffel is van het begin van de 16e eeuw. Hij torst het kindje Jezus door de golven. De onrustige plooienval verraadt de Duitse invloed. De verticale lijnen van de middenbeuk en van de toren worden onderstreept door de slankheid van de spitsbogen, alsook door een triforium of een met openingen verlichte galerij tussen de spitsen van de bogen en de hoge ramen. De toren krijgt het licht uit de ramen van de rondia, de grote rayonnant gotische westerrozet. Deze zijn drie- en vierlobbig of spitsboogvormig van de 15e eeuw. Het oxaal werd gebouwd in 1728. In het midden het wapen van de boeien, met de zinspreuk en aan weerskant de medaillons met de afbeelding van de Heilige Maagd en van Christus. De schat bevindt zich achter het oxaal, een indrukwekkend geheel van vier grote schrijnen uit de 12e en 13e eeuw. Het Maria-schrijn werd van 1967 tot 1970 gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel. De schrijnen van Sint Mentgoldus en dat van Sint Domitianus zullen achtereenvolgens worden gerestaureerd. Kelk en grafkruis van Theodoinus van Beieren. Reliquie van het echte kruis dat door Pieter van Amiens, genaamd Pierre l'Ermite, werd meegebracht. Levensboom, standbeelden en schilderijen. Het Bethlehem-portaal uit het midden van de 14e eeuw bestaat uit een timpaan onder een spitsboog versierd met troonhemel en standbeeldjes, engelen en profeten, en gedragen door pijlers met sluitstukken versierd. Beide zijspitsbogen om het portaal werden pas in 1889-1890 aangebracht. Twee boogsecties verdelen het timpaan. Links onderaan, geboorte van Christus, liggende Madonna die het kind tegen zich aandrukt. Kind ook in de kribbe afgebeeld en opgewarmd door de os en de ezel. Linksboven, aanbidding der herders. Rechts onderaan, aanbidding van de drie koningen. In het midden boven, moord der onnozele kinderen. Hier vinden we twee verschillende stijlen terug. Gematigd, zacht en afgemeten, onder Franse invloed, geboorte van Christus, aanbidding van de drie koningen. Expressief en bewogen in de andere taferelen. Het middentimpaan van Bethlehem werd in 1989 gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium onder het toezicht van de stad Huy en met de steun van de Europese gemeenschap. Sedert enkele jaren wordt een volledig restauratieprogramma uitgevoerd. De werken worden verder gezet en zullen tegen 2005 eindigen met de restauratie van de gewelven en van het binnenparamentwerk. In 1975 stelt men vast dat sommige stenen loskomen en neerstorten. Dit is te wijten aan de vervanging van de benenpennen door ijzeren pennen die met lood bedekt zijn en die de stenen moeten hechten.
Het ijzer echter gaat roesten en zet uit. Samen met de uitwerking van de vorst gaat de steen barsten en vallen er stukken uit. Pinakels, balustrades en stenen die gevaarlijk uitsteken, worden in 1983 veilig op de grond gelegd. In 1988 krijgt het dak een beurt. Voor de collegiale kerk werden drie steensoorten gebruikt. De kalksteen van Villalmont, die met de tijd rimpelig wordt, maar goed bewaard. De grote hitte tast hem aan en hij werd zeer ernstig beschadigd door de brand van 1803. De petit granit komt uit de steengroeven van de Condroz, Ewaï. Deze steensoort veroudert slecht en wordt met de tijd bros. Er is tenslotte de tufsteen van de Hoyou, een verharde kalksteen die uitsluitend uit het dal van de Hoyou afkomstig is. Een overeenkomst voor betoelaging wordt in 1993 bereikt tussen de stad Huy en het ministerie van het Waalse Gewest voor de restauratie van de kerk. Eerst komt de Westertoren aan de beurt, vervolgens de Middenbeuk, de Dwarsbeuk en het koor en tenslotte de binnengewelven en de glasramen. Een werf bestaat uit vaklui en gebruikt materiaal uit onze streken. België beschikt in het algemeen over zeer bekwame vaklui, timmerlieden, leispecialisten, glaskunstenaars, steenhouwers. De herinnering is een hoofdbestanddeel van ons cultureel erfgoed. Ze stelt ons in staat onze wortels, onze identiteit en de economische en sociale gegevens te kennen die verband houden met dit bouwkunstwerk. Het is dan ook van groot belang zijn getuigenis voor ons en ons nageslacht te bewaren.